De kampioenskeuring, we gaan beginnen met de oude hengsten. Iedere hengst heeft zijn fans. En die fans die willen we graag horen. Als ik ze straks ga voorstellen, is het aan u. Om de jury over de streep te halen. Beste mensen, welkom bij de KFPS podcast. Ja, welkom dames en heren bij de, bij de podcast... ...die we maken in aanloop naar de hengstkeuringen 2023. Een extra heugelijke uh, hengstkeuring deze keer... ...omdat we na twee jaar online eindelijk weer met z'n allen volgepakt op de tribune mogen zitten. En om de feestvreugde alvast te verhogen, hebben we een paar uh, mooie podcasten gemaakt... ...waarbij we terugkijken en uh, vooruitblikken naar uh, de hengstkeuring. En vandaag zit uh, onze podcast aan tafel bij Bert de Ruiter... De stem van de Henkstekeuring. Dankjewel Bert dat je wilde meewerken aan onze podcast. Ja, het lijkt me wel leuk Alice om daar mee te werken. Ik ben niet zo'n moderne man, dus wat de podcast precies inhoudt, nou dat weten de mensen misschien beter dan ik. <laughs> nou, we zijn gewoon eigenlijk aan de keukentafel bij jou hier thuis. Uh, gezellig aan het babbelen over oh, de Henkstekeuring. Lekker wet, zo, zo is dat. En we nemen het toevallig op, zodat iedereen straks kan meeluisteren. Maar voor de rest is het niet zo heel ingewikkeld. Maar wat wel erg leuk is natuurlijk, is dat we nu jou een paar weken voor de Hengstekeuring met jou praten over de Hengstekeuring. Ja, ja. Kan jij je nog herinneren wanneer jouw eerste ooit. Nou, het is al lang, gele of lang geleden. Uh, ik ben destijds gevraagd door Henk Brugger van BCM. Die organiseerde allerlei concoursen in Nederland en dat deed ik voor hun. Eindhoven, Zuid-Laren, nou, er waren er veel meer. En Henk die heeft me ooit gevraagd om de vriezenhengstekeuring te doen. Hij zegt, maar er moet wel een spektakel worden en het dak moet eraf, dat vond Henk. Nou, daar moesten de Vriezen mensen de eerste keer wel een beetje aan wennen, denk ik. Maar ik denk dat dat wel gelukt is. Ja, want weet jij nog hoe de hengstekeuring was voor jouw tijd? Was het toen heel uh, rustig? Nou, voor de tijd heb ik die hengstekeuring nooit gezien. Dus ik ben zo voor de leeuwen uh, gegooid als het ware. Maar ik had natuurlijk jaren ervaring in het omroepen van uh, van, 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 van evenementen, dressurevenementen, KWP en hengstekeuring, de Nivoreskeuring, de Welskeuring, noem maar op. Ja. ja. Dus eigenlijk ontbraken de vriezen nog in het rijtje? Die ontbraken nog in het rijtje, ja. 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 Kan je je nog herinneren dat je voor de eerste keer een Fries paard zag of dat je daarmee uh, te maken kreeg? Nee, maar ik vond een Fries paard altijd al wel mooi. Prachtige uh, ja, expressie, heeft het Friese paard. Het mooie behang. Ik had er altijd wel een interesse in, uh, moet ik zeggen. Maar ik heb ze zelf nooit gehad. Dat niet. Nee, nee. nee. Kan, kan nog? Kan nog, sommigen. He. Ja. We hebben de ruimte hier dus. Wie weet, wie weet. En wat is er veranderd, Bert, vanaf het begin dat jij die hengstkeuringen doet... tot aan nou, het spektakel zoals het nu is? Ja, nou ja, dat zeg ik... Eh, toen ik daar begon, toen kon je zaterdag nog gewoon een kaart aan de kassa kopen... en kon je terecht als bezoeker bij de hengstkeuring. Dat is in de loop der jaren anders geworden. Dat heeft een aantal dingen... Eh, hebben daarmee te maken... De Engstekeuring is meer populair geworden door de uitzending van TV Friesland. Iedereen die kijkt mee en die ziet het spektakel, die weet dat er uh, veel sfeer is en die wil er zelf ook eens een keer naartoe. En de eerste keren dat ik daar was, werkte we nooit met de film Kopmans. Die uh, is pas later gekomen. En door de invloed van de muziek. Is de Hengstenkeuring ook veel populairder geworden in de laatste jaren? Nu merkte ik alweer dat een paar maanden van tevoren alles was uitverkocht, tot de laatste kaart toe. Nou, dat was eerder niet. En kijk hoeveel publiek er nu in kan. Vrijdagavond gaat het podium eruit en dan gaan ze nog weer extra tribunes bijbouwen. Dat is toch uniek? Dat heb je hier in Nederland verder helemaal niet. Nee. Zoveel mensen, ik denk tegen de 9000 of zoiets, op zaterdag bezoeken de KFPS Hengstenkeuring. Bijzonder. Ja, klopt. Ja, volle, volle bak, ja. al een volle aantal bak. jaren. Nou. Ja. Waar zitten we dat in, denk je? Nou ja, ten eerste het Friese paard natuurlijk. Hè? Uh, it's die zei altijd: de etalage die gaat open uh, van, uh, van, van ons stamboek. En de juwelen die worden één keer per jaar worden die getoond. Dat is met de Merriekeuring in september en dat is met de Hengstenkeuring in januari. Iedereen kan dan de oude Hengsten nog een keer zien die in Nederland beschikbaar zijn. Nou, waar is het mooier om dan met, met fokkers bij elkaar te komen? En al die hengsten te kunnen bewonderen. Ja, ja prachtig. En zit het er ook wel een klein beetje in de hele entourage met de muziek? En... Ja, de entourage wel. Kijk, je kunt het nooit goed doen voor iedereen. Dus dat, dat zullen we ook nooit uh, voor elkaar krijgen dat iedereen tevreden is. Uh, we zetten daar uh, muziek achter en die paarden die reageren erop. Laten nou, zich nog mooier zien, zei ik altijd. Uh, dus die muziek dat versterkt wel een beetje het optreden van de paarden. En maak de mensen enthousiast, dan probeer ik er een klein schepje overheen te doen. Maar bijvoorbeeld bij de presentaties morgens, dan lees ik het verhaal op over de angst. de afstamming en de gegevens die daarbij van belang zijn. Maar als ze een ronde doen, dan zeg ik één keer, nou ik noem maar wat, uh, Epke 474, uh, nog een keer. En dan gaan de mensen alweer. Dus ik, ik, ik doe daar verder eigenlijk heel weinig aan, maar alleen de naam nog eens een keer zeggen, dan is de reactie er alweer. Ze kijken nog een keer. Piet aan het woord op dit moment. En de mensen die zien heus wel of hij goed beweegt of dat hij minder goed beweegt. Dus die reactie, die komt wel. Ja, ja. Ken jij al die nummers uit je hoofd? Nou, in het begin heb ik weer helemaal geen nummers genoemd. Want nee? wist ik wist helemaal niet dat die nummers erbij hoorden. <laughs> dus, maar langzamerhand, door de jaren heen, ken ik wat nummers, ja. 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 ja, ja, ja. Maar het staat allemaal in het boekje, Ja. Uh, ja, het staat allemaal in het boek. Ja, maar goed, nu heb ik het toch ook eventjes zo. Jasper366, Beard411, Jasper366. ja. Jasper366. Norbert444, Tjalle454. Ja. zie je dat? Dus ik ken het al. Ja, heel maar, goed. Hè? Super. Ja. En dan noem je Jasper366, ja, natuurlijk kan het in deze podcast niet onbenoemd blijven. Nee, hey, Jasper. Like King uh, of the Stel. Ja, ja. ja. Kijk, toen Jasper. Uh, nou ja, hij eerder op de hengstenkeuring kwam en dan, dan merkte ik gewoon aan het publiek. Die was razend populair. En we hebben dat uh, geprobeerd een beetje te versterken. Ik kwam hier binnen en dus toen schot ik hem in één keer. ik zei: ik ga hem de King of the Stallions noemen. Nou ja, later zag je dat overal terug. En uh, ja, dat werkte gewoon. Maar het was ook een geweldige hengst. Of het is nog altijd een geweldige Ja, ja. ja. Is het ook een van de oogpunten geweest als je de reeks bekijkt? Ja, een met Jasper wel. En dan uh, probeer ik dat altijd, ja, door de jaren heen heb je bepaalde technieken geleerd. En dan probeer ik dat al een beetje van tevoren op te warmen. Ik bedoel, maar, uh, dan zeg ik bijvoorbeeld: uh, mensen, ik weet niet hoe het u uh, gaat. maar ik ben alvast gaan staan. Ja. Want, want, zo dadelijk, zo dadelijk gaat het gebeuren. Het dak mag eraf. De laatste keer dat hij binnen gaat komen. De King of the Stallions, Jasper366. Dus ik denk dat een beetje aan, ik maak er een beetje theater van. En dat werkt. En het dak gaat eraf. Dak gaat Iedereen eraf. staat op de banken. Iedereen staat op de banken. tranen ja. in de ogen. Ja, dat is heel mooi. Ja. Ja. Zijn er nog momenten waarvan je terugdenkt dat je dacht: oh, dat is toch ook wel memorabel? Ja, met, uh, als ik in het hoekje mag staan en dan moet de Hengsten uit. en dan probeer ik daar ook ter plaatse maar een verhaaltje te verzinnen. Dat moet je ook allemaal net lukken. En de ene keer dan lijkt het op het andere verhaaltje. en de andere keer dan verzin ik weer wat anders. Maar dan vind ik het heel mooi als bijvoorbeeld Alwin469, uh, de publiekse nee. eigenlijk. Hè? Ja, die moest de eerste keer uit uh, van de jury. en dan gaat dat publiek te keer <laughs> Niet normaal, Ik ga nog net niet met de stoelen hooi. <laughs> maar ze raadt een keer en zegt: Mensen, 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 u hebt gelijk. Laat uw stem horen als u het er niet mee eens bent. Ten slotte, leven we in een democratisch land in Nederland. Dus u mag ook uw mening bepalen, maar de jury bepaalt het. Juist, heel nou, goed. Klaar, <laughs> zo op die manier. Ja, maar dat zijn natuurlijk wel, he, iedereen die kijkt dan naar jou, of van uh, mogen we erin, mogen we eruit? Ja. Want jij weet natuurlijk van tevoren al, uh, van de jury. Van, uh, welke ik te... krijg van, de, van de jury door welke door mogen en welke eruit uh, mogen. En dan uh, moet ik zelf mijn verhaaltje verzinnen uh, wat ik ervan ga maken. En de ene keer probeer ik dat extra spannend te maken. Mag die erin blijven? Ja, gaat toch het doek vallen. Mensen, mensen, wat is dit toch spannend en wat duurt het toch lang voordat die uitslag eens een keer komt? Sorry, al, Een beetje een er ervan maken. Een beetje, beetje ja, theater zeg ik altijd maar. En zo maak je het spannend. Ja. En dat lukt geweldig goed. Oh, dat lukt toch? Ja. Toch, toch, toch wel redelijk. Ja. 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 Want is het dan heel specifiek dat je dat zou ook bij de. Uh, bij de ja, ik doe dat nergens of... anders. Nee, bij de Welskeuring, dan, dan doet de ringmeester, die doet de poort los, En dan gaat er een hengst uit of zo. En de anderen mogen rond blijven stappen. Maar hier was dat systeem, was nou één keer zo. En uh, nou ja, ik doe dat eigenlijk alleen maar bij het KPS. Ja. En bij het KWP hebben we weer een heel ander systeem. Ja, en dat is, het ligt natuurlijk ook heel erg aan de paarden, kan ik me voorstellen. Ik bedoel, onze Friese paarden die zijn helemaal omgeven door show en franje. Ja, nou ja, ik, ik, ik zie Beert nog zo voor me staan, de zoon van Jasper. En dan, dan, dan is het net of daar een standbeeld staat. Zo mooi, zo'n mooi front. Die, 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 die manen, die, die, de staart, zon, ja, daar staat een hengst, jongen. En dan, nou ja, dan probeer ik dat een beetje in woorden te ...op te vatten ja. en over te brengen naar het publiek. Nou, ja. en dat lukt. Ja, dat lukt. Hoe bereid jij je normaal voor op zo'n hengstekeuring? Nou, ik ga één dag even naar Drachten, naar kantoor. Dan nemen we even door wat, 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 wat er allemaal is. De ene keer is er een show. De andere keer is er geen show. De avonden, daar heb ik in principe de laatste jaren niets mee te maken. In het begin wel, dan was dat minder professioneel opgezet. Daar heb ik ook de avonden gepresenteerd. En ik weet nog een keer, toen was er al wel Fries en Proms. Maar men vond de presentator die je dit vond men toch niet zo geschikt. En toen was ik bezig met de al op donderdag. En toen kwamen ze bij me of ik toch s'avonds de show wou presenteren. Dus vanaf uh, de, 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 de bune, zou ik maar zeggen. waar het orkest uh, stond en waar uh, de zangers waren. moest er toch maar uh, gepresenteerd worden. Terwijl ik helemaal niet wist wat de inhoud van de hele show had. Ik zei, nou geef me een half uurtje voor de tijd. Om alles door te nemen. En uh, dan doe ik dat maar. Want dan vind ik dan ook weer uh, ja, niet, niet wat om nee te zeggen. Maar de laatste jaren hoef ik de show niet meer te doen. Ik heb ook genoeg aan mijn uh, Hengstekeuring. De donderdag, de vrijdag. Met alle clinics aankondigen. Noem maar op. En dan, uh, ja, voor mij is dat hoogtepunt de zaterdag. Ja. ja. Voor iedereen denk ik wel dat die zaterdag echt het hoogtepunt is. Ja. Dus drie dagen achter elkaar. WTC uh, uh, Expo straks. Ja. Is het nou wel eens een moment dat je dan opstaat dat je denkt van oeps, als dit maar goed gaat of als dat maar goed gaat? Nee, dat maakt me helemaal niet zo. Geen zorgen over. Nee. nee. Je hebt zoveel ervaring dat alles wat er ook gebeurt, dat Ja, je... verder, verder bereid ik me ook helemaal niet, uh, niet voor. Even, dat zeg ik, met stamboek doornemen wat, wat de speciale dingen zijn. Nou, de procedure, die ken je langzamerhand. Dat weet je. De muziekstukken uh, die we bij de. Kampioenskeuring doen, dat is bij Kopmans, allemaal bekend, dus ook niet mijn afdeling, dat uh, verzorgt Kopmans. Die is ook verantwoordelijk voor de muziek en wat er gespeeld wordt. En ik haakte dan altijd, ik doe met Kopmans werk al zoveel uh, jaren samen, toen hun pas begonnen, toen werkte al met hun samen, dus we zijn eigenlijk met elkaar opgegroeid. En als Lieve draait, of zoon Jeroen. Wij voelen elkaar zo aan, ik, ik, ik hoef maar één noot te horen van een muziekstukje of, of ik weet alweer wat, wat er gaat gebeuren en, en wat ik dan uh, ga zeggen eigenlijk als ja. Ja, ja, je zit ook vrij, vrij dicht bij elkaar daar. Nee, dan nee helemaal, helemaal in. Ja, hun ja. zit helemaal boven, ik zit helemaal niet bij elkaar. Nee. 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 Dus dat is, ja maar goed, je bent zo op elkaar ingespeeld ja. dat eigenlijk, uh, ja. En nu, dit jaar gaan we waarschijnlijk de muziek misschien iets minder hard draaien. Eh, omdat we toch ook wel eh, aan dierenwelzijn moeten denken. Die paarden moeten er eigenlijk geen last van hebben. Hoe, hoe zit jij daarin? Met, hoe ja, ik denk dat, wel? dat het moeilijk zal worden. Want die boksen die hangen natuurlijk eh, sowieso naar buiten. Dus die hangen niet naar binnen. Dus het publiek zal het eh, zeker harder ervaren dan dat de paarden het ervaren. Maar de paarden die zullen het enthousiasme van het publiek eh, meer horen dan de muziek eh, zelf, eh, denk ik. Dus ja, iets minder kan. Iets minder ja, en dan maken. blijft de beleving echt ja. nog wel... Uh... Ja, dat dacht ik wel. Maar ik denk niet dat de paarden daar zelf zo'n last uh, van hebben. Nee, hè? Nee, dat denk ik niet. Nee, nee die zijn meer, zeg maar, uh, in de zwoen van... Mensen. Ja, die de maken uh... een mooie show. Nou, we hadden het over Jasper. Als Jasper dan de muziek hoorde en hij moest zich uh, presenteren... dan nam hij een bepaalde houding aan. De achterhand eronder. Het voorbeen eruit. Geen pas anders. Iedere pas dezelfde pas. Een en al uitdrukking, expressie. Al, en hij liep in dezelfde houding. En of die muziek nou hard was of zacht was. Het verstoorde Jasper bijvoorbeeld. Helemaal Niks. Niet. Nee. Ging gewoon door. Ging gewoon door. Ja. Misschien dat de jonge hengsten er iets aan moeten wennen. Dat kan. Ja. ja. En nu hebben we twee uh, online uh, hengstenkeuringen gehad. Dus uh, voor de jonge hengsten was het toch ietsjes gemakkelijker. Die komen straks in de, 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 in de kokende massa van het uh, WTC terecht. Uh, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Straks weer opnieuw uh, met volle bak? Nou, ik vind het, ik, ik zeg altijd en dat meen ik ook, ik, ik vind het altijd de mooiste dag van het jaar uh, op uh, op gebied. En ik doe uh, eigenlijk ieder weekend een evenement, maar de sfeer die daar is, dat is on-Nederlands. En of dat nou alleen het Friese publiek is, dat denk ik niet. Maar het publiek in Friesland... ik heb uh, onlangs nog Indoor Friesland weer gedaan. Ja, dat kenmerkt zich gewoon door sfeer. Je ziet het in 10:30 met het schaatsen. Je ziet het op de hengstenkeuring. Je zag het nu weer op indo friesland Geweldige sfeer. Geweldige sfeer. En daar verheug ik me op. Ja. ja, indo friesland was echt een uh, tractatie uh, qua gezelligheid. Toen kwam er trouwens nog wel een striker uh, de, de ring binnen. Nou ja, daar proberen we zo min mogelijk aandacht aan te besteden. Heel goed. Want zijn, ben je daarop voorbereid op stukken dingen of? Niet? Nou, wij, zijn daar, wij waren daar toen uh, niet op voorbereid. De organisatie wel. Het was mooi, uh, Erik van der Vleuten was in de ring en die was bij de tweede hindernis en die was vlak bij de uitgang. En die kreeg door dat de strikers in de ring waren, want er waren er drie. En toen is hij direct de uh, piste gaan verlaten en kon het licht uit. En Ik heb er verder geen aandacht aan besteed. Ik heb alleen gezegd: uh, ook hier, mensen, iedereen mag zijn eigen mening hebben. We leven in Nederland, een democratisch land. Maar doe dat dan niet op deze manier. Breng niet het paard en de ruiter in gevaar. En verder mogen ze hun eigen mening hebben. Punt. En daar is het ook mee afgedaan. Klar. En niet te veel aandacht aan schenken. Lijkt nee, mij niet. Nee, beter van niet. Maar het kan ook met de engstekeuring gebeuren. Nou ja. Ik denk dat wij wel dachten van, oh jee, ja dat kan ook gebeuren. Dus, ja, dus, uh, Bert, hoe bereid jij je voor voor een uh, hengstenkeuring? Nou, we gaan altijd één dag uh, van tevoren maken even een afspraak uh, bij het kantoor in Drachten. En dan nemen we toch even door wat er uh, qua show is op uh, de hengstenkeuring. Dat soort dingen. Een heleboel dingen weet je natuurlijk wel. Want nou ja, de procedure voor de kampioenskeuring hebben uh, we zo vaak gedaan. Dat loopt allemaal vanzelf. Dus uh, toch even belangrijk om te kijken: is er een quadri, uh, of uh, wat voor shows zijn er? Uh, waar moet er aandacht aan geschonken worden? Het zijn maar die kleine dingen. Ik wil altijd uh, ja, goed voorbereid uh, eigenlijk voor de dag komen en niet aan het toeval overlaten. Nee. Dus ik vind dat altijd wel even belangrijk om van tevoren even bij elkaar te zitten. ja, ja. En zo ze zaken als het paard van het jaar, fokker van het jaar, al die verkiezingen. Nou, daar worden allemaal teksten mooi voor geschreven. Okay. Ik weet niet of jij daar ook wel verantwoordelijk bent voor die teksten. <laughs> dus die, op het moment dat ik die tekst voor moet lezen, dan ligt die netjes voor mij. En wie dat dan van tevoren zijn en zo, dat maakt mij helemaal niets uit en daar verdiep ik mij ook niet in. Ik lees dan gewoon de tekst op uh, zoals het op papier staat. Ja, maar je weet het dus uh, eigenlijk al wel ervan. Ik het weet van, het eigenlijk he? al wel, ja. ja, 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 ja. ja, ja. Maar wel daar, een... uh, da, 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 naar buiten toe uh, de vraagt mij ook niet iemand naar, moet ik eerlijk zeggen. En als mij uh, daarna gevraagd zou worden, dan zou ik daar ook niet zoveel over vertellen. Nee, nee. nee. Heel goed. Nee. Dat hoort ook een beetje bij het speakers uh, ja, de, uh, ja. zijn. Ja, oh, dat blijft uh, binnen uh, de organisatie zomaar. Ja. En qua voorbereiding, want het, uh, als je op de tribune zit, dan heb je altijd het gevoel alsof jij uh, heel erg ingeleefd hebt. In ja, your, uh, maar ik heeft me helemaal niet in. Ik bereid me wat dat betreft helemaal niet voor. Nee. Dus het dan komt zoals het, het komt. Het komt zoals het komt, ja. En dan ben je, uh, dan op dat moment uh, speel je erop in. Ja. Kijk, de eerste dag uh, met de met, met, uh, tweede bezichting is dat. Nou ja, dat, dat, daar hoef je niet zo heel veel over te vertellen. Je vertelt uh, de naam van de hengst, en de afstamming en uh, stokmaat, uh, nemen we misschien mee. Nou, dan is dat dat. De jury maakt bekend, dus dan maak ik het misschien nog iets spannend. Als de jury de kooi in komt, of nu nee, hoeft dat niet meer de kooi in. Maar dan maakt uh, de jury bekend welke hengsten er doorgaan. Nou, dat kun je wat spannend maken, maar verder is daar niks aan te doen. Maar voor de zaterdag. Dan ga ik zitten en dan heb ik een boek en dan heb ik over iedere hengst een tekst. Die tekst die moet ieder jaar wel weer aangepast worden. En Er zit achter de schermen. Dat doe ik niet, niet. Maar dat doet Stamboek. En misschien doe jij dat wel, Alice. Wie weet. Maar daar zit heel veel werk in om die teksten toch nog eens een keer actueel te maken. Misschien heeft Hengst nog wat gepresteerd in het laatste jaar. Misschien staat hij weer op een ander station ter dekking. Enkele keer komt het voor dat het station dan uh, niet veranderd is. Uh, dat je dan nog weer uh, even... Ja, maar hij staat ook daar en daar. Ah, hij ja, staat ook ja. daar, daar. Nou, dan hup, dan improviseren we dat even en zeggen we dat er snel, uh, snel bij. Ja. ja. En dan moeten we maar uh, vanzelf lopen, want ik ga me echt... Ik, ik, ik heb geen zin om hier van tevoren... Uh, want het is uh, in een rij van evenementen die ik tevoren. De KWP en Met uh, tuchtpaden. Dus ja, je leert van evenement naar evenement. Ja, je hebt niet eens tijd om je voor te bereiden, nee, om het zo maar nee. te zeggen. Want nee. hoeveel dagen per jaar ben jij druk met spiegel? Nou, hoeveel dagen weet ik niet, maar meestal zo'n 48 weken per jaar dat ik wel iedere uh, week wat te doen heb. Ja, oké. Okay. Ik weet niet of ik daar straks al gezegd heb, maar <laughs> de laatste week was het tussen zes dagen, die week daarvoor zes dagen en die week daarvoor zes dagen. Dat is wel extreem, door. Dus dan valt die drie dagen wel mee in Leeuwarden. Ja, maar ja, gelukkig. Je kijkt er wel enorm naar uit. Uh... Ja, ja, ik zeg altijd, mooiste dag van het jaar. Absoluut. Heel veel sfeer. Prachtige paarden die ze geweldig laten zien. En Donald is als publiek. En nou ja, wat wil je meer? Ja. Het is echt de mooiste dag. Ik doe heel veel evenementen in Nederland. De mooiste dag op gebied. En dan zeg je ook altijd in de, in de ring... En met het mooiste publiek van de hele wereld. Ja, dan. natuurlijk, want ik weet hoe dat werkt. <laughs> Als ik het publiek ga roemen, dat doet André Rieu ook. Dat had ik Toevallig gisteravond nog gezien, die was in Bogota. en Die zei ook daar: Dit is het mooiste publiek van de wereld. En dat werkt gewoon. Maar ik ben het ook daar. Uh, nou, het is ook het, uh, het mooiste publiek. Nee. Ja. Dat zag je bij een Friesland ook weer. Een aantal jaren niet geweest in de Friesland. We hadden weer de prijs de beste. We hadden kampioenschap Dekhengsten. Maar natuurlijk ook internationale sport. En die sport en de Friese paarden. Dat elkaar. Dat is heel mooi die mix daar. En dan gaat het publiek gaat uit het dak. Ja, geweldig. Ja, het was als van hout Met de overwinning van Nane. Nane na, en na, na een blessure weer teruggekomen. Tranen in de ogen bij... Je. De rijder van Nanen, ja. zullen we maar zeggen. Super, Bij Sieveren Minkema. Ja, ja, tranen in de ogen. En dan vind ik dan juist leuk om hem dan even te interviewen... als hij dan gewonnen heeft. En die tranen, die beelden over de wangen... om dat aan het publiek eh, nou ja, te laten horen. Ja. die emotie eh, overbrengen. Ja, uiteindelijk ben je als speaker dan een beetje een ruggenbouw... tussen wat er in de ring gebeurt en de mensen die ja. op de tribune zitten. Ja, absoluut. Ruggenbouwen, zeg je goed. Ja, ja Nanen 492, die gaan we ook weer tegenkomen natuurlijk... In Leeuwarden. Dus was hij dus, niet genomineerd voor uh, de titel uh, Paard, van het, paard het jaar, van het jaar 2022, 22, ja. Dan ja. Ja, blik altijd achteruit. Hè? Ja, ja. ja, maar ook Johannes uh, Johannes, Johannes ook. is ook genomineerd. Ja. Nou, ze gaan nou, uh, een Leeuwarden. Dus dan met titanenstrijd dan aan wie je Paard van het jaar wordt. Zo, dat wordt heel ja, spannend. Kunnen de meeste stemmen, denk ik? Hè? Ja, via Friese.com. Uh, maar ook via de mail en via Facebook. En, uh, dus, uh, daar hebben nou, luisteraars, we... uh, stemmen, stemmen zou ik Stemmen, ja. Wie ja. gaat er winnen? Wie gaat er winnen? Jullie hebben nou, het ja, ja. En jij mag het straks aankondigen, bed, ja. ja. wie het gaat worden. Ja. De eeuwige roem. De eeuwige roem. Ja. Banget van het jaar. Ja. ja. En gelukkig nu weer met het publiek. Vorig jaar hebben we Bouwkje C gehad, Paard van het Jaar. Ja. En dat was toen. Fokker was wel helemaal verrast, hij was ook nog Fokker van het Jaar, ja. dus dat viel helemaal samen. Fantastisch. Ja, hij wist echt eigenlijk van niets. Dus ja, zijn familie die was er, hij was helemaal verrast. Ja. En Fokker van het Jaar, en Paard van het Jaar. Nou ja. dubbelop. Dubbelop maar Maar dan is het jammer dat er geen publiek is. Nee. Nee, natuurlijk wel heel veel kijkers. Maar ja, dan mis je toch de sfeer, hè? Ja. Dus dat gaan we nu in uh, nou, januari geleven, op ja. de banken <laughs> met de benoemingen. Nou, C. mooi. Eén laatste eerronde, misschien nog een extra eerronde, maar het is aan u, u die altijd de grootste fan was van deze legendarische hengst Jasper 366. De King! De King! op de Staljo! Dankjewel voor het uh, gesprek, Bet. Uh, Graag gedaan. Hartstikke ja, leuk. En we gaan er weer wat van maken. We hebben er zin in. Op naar Januari, op naar het WTC-school, op naar de KFP's enkstukkenwerking. Tot dan. Tot dan. <laughs>